een meneer genaamd Rankovic, die belde mij op. En ja, dat gesprek was eigenlijk direct goed. En daarna volgden er ook gesprekken met de club. En vandaar dat ik naar Enschede, naar Den Haag ben verhuisd. Welk plan ligt er voor je klaar? Nou ja, de trainer belde uiteraard met een boodschap van ik heb vertrouwen in je, ik vind je een goede speler. En, dus ja, ik wil hier gewoon weer zoveel mogelijk gaan spelen. En ja, met mijn ervaring achterin met veel wedstrijden gespeeld om dat hier ook weer mee te nemen. En ja, mezelf weer een betere speler te maken hier. En ja, gewoon weer door te groeien. Ik ben gewoon een speler die veel praat. Ja, of dat nou bij een trainingspartijtje is of in de wedstrijd of bij de warming-up, daar ga je vooraan staan, van dat soort dingen. Je wil graag de leiding nemen en jongens daarin inspireren en meenemen en ja, de mensen al op de juiste plek gaan zetten. Olij kan dus aan de kant bij Twente in de punt Havenaar bij ADO. Betekent dat ze allebei anders kunnen spelen dan de bal die door kan, binnen door bij Van der Heijden. En dan is het raak voor ADO Den Haag. Staat Ziyech nog te protesteren, Havenaar bewijst. Nou ja, eigenlijk hebben we het altijd wel lastig gehad met ADO. Dus in die zin zei dat ook wel wat. Dat het altijd gewoon een vervelende, in de goede zin van het woord, ploeg was. Dus nou ja, daar wil ik nu ook graag onderdeel van uitmaken. En dan dat doe je bijvoorbeeld die 3-2? Bijvoorbeeld. We hebben ook, toen ik nog in Enschede speelde, een keer volgens mij 4-1 verloren in eigen huis toen. Dus ja... Dat zijn wel dingen, dat vergeet je niet snel. En dan weet je dat ADO gewoon een ploeg is die altijd vecht. En nou ja, ik denk dat dat ook ons streven weer is. Dat we een ploeg worden waar iedereen bang voor wordt. En ja, een strijdlustige ploeg worden die het iedereen weer moeilijk gaat maken. Nee, ja, uiteraard is die wedstrijd, wanneer die ook is, dat geeft een speciaal iets. Maar ja, of dat nou de eerste of de laatste is. Op het veld, ik vind dat het fijne van een voetballer. Dan speel je voor je ploeg waar je een shirtje van hebt. En daar heb je dan je gevoel bij. En ja, dan gaat zogezegd het verstand op nul. En dan ga je er vol voor. En ja, voor en rondom de wedstrijd. En daarna dan is het weer even vrienden daar opzoeken. Je hebt daar uiteraard veel bekenden. Maar ja, het zal absoluut speciaal zijn. Maar als die wedstrijd bezig is, dan ja, ben je gewoon volledig bezig. Heb je joker al ingezet? Ik heb nog niks gehoord over jokers. Maar ik heb al wel eens gehoord dat sommige trainers dat doen. Dus, maar als die dat, doet, dan ja, is dat wel een fijne wedstrijd, denk ik. Ja. Ik woonde nog geen maand, maar ja, eigenlijk nu al wel een leuk beeld van uiteraard het strand. Iets wat je in Enschede niet zo snel vindt. Dus ja, daar zijn we al een paar keer geweest. Dat is fijn. En ja, gewoon de gezelligheid. Er zijn wat meer plekjes om te eten, om te drinken. Ja, er is wat meer reuring, zoals wij dat zeggen. Spreek je al een beetje Haags? Ik probeer het wel steeds meer. Ik merk aan mezelf dat je, als je er wat langer bent, dan pak je wel wat dingen op. Maar ik weet niet of je dat accent van het Enschedezen zomaar gaat verliezen. Dus wederom, misschien weer over een half jaar een afspraak maken en dan gaan we het zien. Hele schöne actie. Gewoon tik-tik. En dan. Liepen in zaak.